waarom mensen minstens één keer in hun leven naar Finland moeten gaan? Nou, ik vind voor de natuur is dat echt mooi. Ja. Heel veel bossen, heel veel meren, maar ook heel veel kleine eilandjes. Dat is ook gewoon mooi. Ja, honderden eilandjes. Ja, duizenden. En ook voor de stilte en voor de rust. Ja, het is omdat er wel niet veel mensen zijn. Er wonen niet veel mensen. Er wonen 5-3 keer minder mensen dan in Nederland. Ja, en het is heel veel groter, hè? 10-20 keer groter. Ja. Dus als je daar rijdt langs een weg, dan zie je met name bomen. Je ziet niet zoveel huizen en mensen en dorpen en steden. Heb je ook niet echt van die grote steden. En dat kan ik wel waarderen. En voor de... Nou, zou je en in de zomer moeten gaan, want dan wordt het niet donker. Maar je zou ook de winter mee moeten maken, want dan heb je sneeuw. En dan is het de hele tijd donker. En dat is ook wel bijzonder, dat het, als je helemaal in het noorden zit, wordt het niet licht. Nee, en noordenlicht en dergelijke. Ja, dat is ook wel mooi. Dat kun je daar ook mooi zien dan. En moet je ook per se naar Helsinki gaan of andere mooie steden? Ik vind eigenlijk de natuur belangrijker in Finland. En de rust. Dus de steden zijn... Kijk, Helsinki is mooi, maar... Een halve dag of één dag is wel genoeg. Ja. Dan heb je het wel gezien. En dan kun je door naar bossen of meren. Ja, of wat je naar Lapland of zo. Ja, Lapland zou ook wel mooi zijn. Ja. En zullen we dan ook in, dan rond in Noord-Finland aan de bordjes Poolcirkel. Ja? Ja, dus dan echt dan rij je in de Poolcirkel. Ja, zie dat kan. Staan. Ja, daar heb je een stad, Rovaniemi, ligt op de Poolcirkel. Ja. Maar daarna heb je nog een heel stuk Finland, ten noorden van de Poolcirkel. Lijkt me visjes. Ja. Echt meter sneeuw en dergelijke. Ja, je hebt daar veel sneeuw in de winter inderdaad. Ja, mijn 10 vragen.